Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Likram Surjan, wil dat grondaanvragen effectiever worden behandeld. Daarom heeft hij een bijeenkomst met alle districtscommissarissen en de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, gehouden om hierover van gedachten te wisselen. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Surjan heeft tijdens de bijeenkomst het grondbeleid van de regering uitgelegd en probleemsituaties besproken. Ook heeft hij adviezen gegeven over hoe te handelen in specifieke zaken. De districtscommissarissen zijn tenslotte ook wegwijs gemaakt over hoe burgers het beste begeleid kunnen worden als het aankomt op grondzaken.